mee gaan worden. Nou, als goed is, ga ik het binnenkort ook weer rustig krijgen. Alleen een oud-klasgenoot van mij die komt is 7 augustus op gesprek bij ons voor sollicitatie. Oké, ja. Die komt mij dan versterken in de werkplaats. Dus dan zou ik het weer rustig moeten krijgen. Dan kijken we meer tijd om dit soort dingen ook weer te gaan doen. Mooi. Momenteel zijn we de tuin aan het verbouwen en ik ben druk op het versterken, druk op het werk. Oh, ja. Ja, goed. Kom je er niet aan toe? Je moet je kop. Ja, mannen, ja, tot ziens. Ja. Ja, leuk is dat, hè? Oh, die staan hier binnenkort ook, joh. Staat ze gewoon beter op hier. Ja. En toch valt het me dan mee dat ze verder helemaal niet moeilijk over doen. Hier staat eigenlijk in de bebouwde kont, hier, hè? Maar ja. Ja, maar goed, dat had ik met die wedstrijd waar gezocht. Als ik ermee stond, de crossen, die dingen maken in de klerenherrie tot en met en die gaan snoeien uit. Ja. Dus als je er een fout mee maakt, dan breek je zo iemand geen overmiddag. Ja. Vonden ze ook prachtig. Gaan ze ook rustig een praatje maken en kijken hoe het allemaal zat en dat soort dingen. Dat is echt niet moeilijk over. Het zijn mensen. Ja, precies, maar als ze maar doorhebben dat je sowieso, het is bijzonder, je ziet het niet iedere dag. Dat trekt dan een hoop.